Wie deze wedstrijd wint is tot minstens morgenmiddag de koploper. We horen Filip Koken. Hendricks wordt gevloerd door Bruns. Vrije trap van Lestien na bijna anderhalve minuut voetbal. Daar komt de doelman en die zit mis. En het is 1-0. Luc de Jong maakt zijn zesde van het seizoen. Een pikstart voor PSV. Bram Castro, die tot dusver zo'n goed seizoen heeft gespeeld, timed hier volkomen verkeerd. Buitenspel is het niet. En de Jong kopt raak. Castro moet hem daar hebben. En hij is de eerste om dat te beseffen. Vrije trap voor Heracles. Op een positie die perspectief biedt. Na de overtreding van Prupper. Een duidelijke. Tanane heeft al bewezen dat hij een dergelijke afstand makkelijk kan overbruggen. Met zijn linker. En daar is hij. Tanane. Zoet laat hem los. En het leidt niet tot een doelpunt. Wat de paal brengt redding voor PSV. Zoveel vaart. Zo'n zwabber zit daarin. En daarna de rebound van Weghorst op de paal. Telepessi. Darry kan ineens naar binnen. En daar is het schot van Pelupessi. Goed gepakt door Zoet. Darry. Komt Hendricks twee keer tegen. Bruns. Bellassani. En Tanane. Tanane. Ongevaarlijk is het zeker. Zomer. Slim laten lopen door Bellassani. Flederis zet de Arias weg. Kundige wijze. Bellassani krijgt hem nog voor ook. En daar is Brenet. Hendricks verlengt. En PSV is weer voor even uit de problemen. Nou ja, voor even. Want hier is Flederis. Oh! Flederis! Een geweldige goal. 1-1. Dit is toch weer de verdienste van Heracles. Dat de eerste 10, 15 minuten werd overspeeld. En zich daarna in de wedstrijd heeft geknokt. En PSV hier niet helemaal een goede indruk maakt. Ja, dan komen de kansen ook wel. Dan krijg je mogelijkheden om te schieten. En dan is er wellicht wat geluk voor nodig om de 1-1 op het scorebord te krijgen. Maar hij zit er wel lekker in hoor. Goed uitgehaald door Marc-Jan Flederis. Bellassani. Bellassani. Weghorst wijst waar hij hem hebben wil. Het wordt Bruns. Bruns! 2-1 Heracles. Alsof het nooit ophoudt. Het succes hier dit seizoen in Almelo. De spelers van PSV, ze begrijpen er allemaal niets van. Maar wat krijgt Heracles naarmate deze eerste helft vordert? Toch veel ruimte om aan te vallen. En gaan er veel duels verloren voor PSV op het middenveld. Nu weer de ruimte om te schieten voor Bruns. Daar komt de voorzet en daar is de kopbal van Moreno. Recht op de doelman af, op Castro. Daar is nog een schot en Zoet heeft hem. Poging met rechts, notabene van Robin Gosens, de invaller. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Zoet. Overtreding gemaakt op De Jong. Dit biedt PSV wellicht nog soelaas. Bijna 30 meter is de afstand tot de doellijn voor Maxime Lestien. Daar is de kopbal en die wordt eenvoudig gegrepen door Castro. Poging van Luc de Jong natuurlijk.
van Ooyen. En dan vindt Guzebuyuk het genoeg. Het houdt maar niet op. De successen van Heracles. Voor het eerst in de historie wint Heracles thuis in de Eredivisie van PSV. Dat nu zijn eerste competitie-nederlaag leidt. En het komt Heracles volkomen toe vanavond. En het is heus waar, ook al is het wellicht maar voor één dag. Heracles mag zich nu koploper noemen in de Eredivisie.